It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I... Maar nou heb ik wat voor Elbing gekocht. Ja. Oh, wat is dat? Staat ze er ook zo naar in? Oh, wat is dat? I hear you calling out for love. Hallo lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, het is 10:10 alweer. Het gaat hard. Het is vandaag, even zien, 9 juni. En we leven om, 12:12. Hé, hey, gelijk cijfers, je mag weer een wens doen. Moppert er één onder de stoel. En dat is Elwing. Rijke, die staat op de bank. En Gandalf, die zit pal achter mij. Ja. Yeah. Daar rekken. Nou, wat ik al zei, onder de stoel. Net een stukje onderuit. Nou, moet allemaal kunnen. Ik zit er zomers luchtig erbij. Moet ook allemaal kunnen, maar mijn telefoon zit niet goed in die houder of zoiets. Ik weet het niet. Maar ja, maakt niet uit. Ik wou even... Nee, dat is het te ver naar voren. Nou, zo dan maar. Af en toe heb ik een kuchje, maar dat komt door mijn eigen schuld. Een geurtje. Ja, daar krijg ik het een beetje benauwd van. En niet goed, ik gebruik het voor het eerst. Het geurtje die ik gekregen heb. Maar ja, ik moet er vandaag mee dealen. Ik heb ook last van hooikoort. Daar heb ik spul voor, misschien dat het hier ook voor helpt. Dus ik moet het sowieso innemen, want ik heb ook last van hooikoort momenteel. Dus ja, ik kan allemaal de pret niet drukken, we gaan gewoon feestelijk door. Ik heb in die stoel twee tassen in elkaar gezet met spullen erin. Daar staan twee vuilniszakken met spullen erin. Dat breng ik straks weg naar het boedelhuis, een kringloopwinkel. Maar ik ga eerst zometeen uiteraard mijn meisjes uitlaten. En ik ga geen grote, ja, de normale blok loop ik, maar voor de rest niet, want daar wordt het te warm voor en dat kunnen ze niet al handelen, nee. En gelijk hebben ze. Dat is, wordt veel steter dan voedseltjes, hè. Dus, maar het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, hou vol goede moed. Wees blij dat de zon schijnt. En geniet ervan. Ik zou zeggen, tot later. Doei. Zo, lieve vrienden. We zijn weer thuis. Ik ben weg geweest. Ik had het wel allemaal mee op mijn statief. Maar ik heb nergens gevlogd. Want ik heb gewoon... In het wilde weg rondgereden en hier geweest en daar geweest. En ik zou eventjes bij iemand op de koffie, maar ja, die waren er kennelijk niet. Zo kreeg ik wel antwoord op mijn WhatsApp en zo waren ze niet. Nee, kan gebeuren, boodschappen doen, je weet het niet, hè. Maar ik ben ook even bij Exje geweest en ik heb wat gekocht, ja... Voor de rollator, voor de late avonduurtjes, zoals winters en waar is die andere nou? En s'nachts aan de rollator had ik verlichting gekocht van dat, met dat siliconen, maar ik ben er weer eentje kwijt. Ik ben er eentje verloren, dus ja, wat heet eraan? Ik denk, ik moet iets beters hebben, wat ik vast kan schroeven. Nou, ik heb nou wat gevonden, dat is normaal voor op de fiets ook, maar kijk. Wit en rood, ja. White en red, ja. Dus ja, dat gaan we proberen op te doen. Ik heb nog een kabeltje voor mee te nemen als ik onderweg ben, dat ik hem op kan laden aan de universele lader die op zonne-energie werkt. Dat vind ik wel zo makkelijk, dus dat komt ook goed. Die kan dan in het etuietje op mijn booster. Ik heb pas een nieuwe muis, maar ik weet niet wat het is. Maar die oude muis, hetzelfde dan mijn man had, kon ik heel goed mee overweg. Maar die greep die ligt te ver uit elkaar. En dan heb ik weer gewoon zo'n klein muisje. Ja, kijken of dat wil helpen.
En nee, niet wat Karen heb. Ik heb met genoeg. Ik wil... Nee, ik moet niet met een USB en alles. Het... Gewoon met snoer, dat ben ik gewend. En dat vind ik het lekkerste werken. Dus ja, gewoon. Maar nou heb ik wat voor Elwing gekocht. Ja. Gaan we zo eens eventjes uitproberen. Kijk hoe ze dat gaat vinden. Ik ga hem eerst hier in de kamer neerzetten. En natuurlijk laat ik jullie dat uiteraard even zien. En daarna gaat hij naar buiten met water erin. Nou ja, pret hoop ik. Toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, ik laat het jullie straks wel zien. Maar ik ga eerst even een bak koffie maken, want ik heb dorst. Ja, en ik zou zeggen, tot straks. Ja toch? Tot dan. Ze was er al even in. Ze moet natuurlijk leren. Maar ik had denkwerk gemaakt. Ja, een bak met brokjes. Kalkbrokjes. Ik heb er ook nog niet al te veel erin. Want ze moet wennen. Ik heb al wel weer een emmer klaarstaan. Een Rijka, ja, die staat hier toe te kijken. Ik denk van, wat wordt er allemaal gedaan? Na 2 dagen moet je me even checken hoor, die. Ik heb niet vermoord, hè. Ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig. Ik ga er weer even nog een emmer erbij doen. Hi kereltje. Hi. Eens even zien of dat kan hier al. Ik zet jullie even op de picknicktafel. Ik weet niet of jullie wat kunnen zien. Ja. Even genoeg heel veel water in. Ja, gaat even genoeg heel veel water in. Hier is een handvol. Huppata. Hé, je moet daar wezen. Ja, je moet daar wezen. Kom maar kijken. Kom eens kijken. Nee, kom eens kijken. Nog even. Oh, wat is dat? Staat ze er ook zomaar in? Oh, wat is dat? Ja, daar zit nou niks in. Die emmer is leeg. Ja, de emmer is leeg. Nou, nog eenmaal. Als het morgen ook zo warm is, komt er meer water in. Maar nou niet. Oeh, de rot er zelfs helemaal een paar weg. Ja, doe maar, Rijka, doe maar. Goed zo. Grote meid. Grote meid. Goed zo! Grote meisje! Goed zo! Groot kind! Grote meid! Grote meid! En gelijk op drinken? Of gewoon niks? Moet je het pakken, hè? Goed zo! Grote meid! Goed zo!
Lekker. Lekker. Eet toch omdat het pootje gehaald heeft. Pootje baden. Ja. Mijn meisje toch. Lekker hè. En dat is onze kerel. Ik vind dat schitterend. Nou, ik ben er blij mee dat ik hem gekocht heb. Wat hangt daar nou weer te hangen hier? Zien jullie dat? Zweven? En dan een rups. Dat gaat een vlindertje worden. Dus dat moet ik even ergens anders zien neer te zetten. Dus we gaan een blad pakken en jullie uitdoen. Dus tot later. Nee toch, ga spelen. Ze waren er net al door de tuin aan het heen en weer. En aan het rennen en dan doen dat het zand stoof omhoog, zal ik jullie vertellen. Maar ja, ik kon niet vloggen omdat Karin mij belde. Ja, dan gaat het moeilijk hè. En dat ze zijn lekker bezig. En kijk eens, helemaal vies van de modderpoten van ze. Maar het maakt me allemaal niet uit als ze me lol hebben. Valt wel weer schoon te maken, toch? Hé? Hé. Hey. Ga naar buiten toe. Ga spelen. Hé. Hey. Dames. Ga spelen. Ook nog wel wat hoor. Rijka, Elfwing. Oh ja, ik kan niet met links gooien. Dat gaat het er niet worden. Hey, jammer, ik had hem in het water willen hebben. Ik heb er nog één. Ik heb er nog één. Elfwing. Ja, die zit erin. Ja. En nu? Ja. Die is eruit. Nee, zoek het even uit. Zoek het even uit, dan hoef je niet voor binnen te komen. Oh, heerlijk. Dat ze zo lekker bezig kunnen zijn, hè. Ja, geweldig. Nou ja. Er is ook weer een tijd om te stoppen, want we moeten zo ook weer eventjes lopen. Want de klok die geeft dat aan. Mijn horloge geeft dat aan. En de computer. Oh ja, moet daar wezen. Even in het hoekje. Geeft dat aan. Dus ja. Het wordt zo langzamerhand de tijd. Ja. Hé, dames van het goede leven. Of zijn jullie dat niet? Ja, toch? Ja, hè?
Ja, lieve vrienden, dat ik zou zeggen, ik ga lekker eventjes met ze lopen. Trouwens, ik heb eerst nog een bak koffie staan. En als ik dat op heb, ga ik met ze lopen. En het padje staat daar goed, staat me niet in de weg. Nu wel. Maakt me niet uit, kunnen langs. En daar gaat het om. Ja. En dan die lampjes nog aan de rollator doen. Dus ja, ik heb nog druk. Ik weet ook niet wat ik eten moet, maar dat maakt me ook niet uit. Al is het maar een broodje, vind ik helemaal niet erg. Nee, noppenjendo, hè, Elwin? Ga je daar weer onder leggen, schat? Mag hoor. En Rijka loopt nog te snuffelen en te doen. En die gaat ook eens even kijken. Dus ja, zo. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. It's been a while, but I'm coming out of my shell, and I never thought I'd